It's all I wanna do. Chester en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we een potje Domination op de map Express. En we gaan spelen met de oude vertrouwde setup qua streaks. Want zullen je natuurlijk weten, speelde ik vroeger altijd met de UAV, Steltopper en de Orbital Fiets. Die hebben we vandaag weer eens aanstaan. Dus we gaan kijken of we daar dus ook de chillerscore meer kunnen neer gaan zetten. We spelen met Scar, Silencer, Quick Draw en het is op een stok. Dus ja, we gaan gewoon kijken of we in ieder geval de Steltopper kunnen gaan halen. En de Orbital Fiets. Vergeet natuurlijk niet je blauw duimpje omhoog achter te laten, helpen natuurlijk enorm. En dan gaan we kijken of wij ook hier zo wat kills op kunnen gaan pakken. Dat is al kill nummer 1. Nog geen enemies op B. Ik heb het gevoel dat ze wel hier sowieso boven zullen zitten. Ja, nou ze zitten niet. Er kwam maar 1 naar boven. Daar zat wel 2 man. Ik heb wel een UAV op binnen. Teammate gaat naar C. Dat wil niemand, gaat de spawn flippen. Dat is al gebeurd. Zit nou in dat huisje dus. Nee! Weg hier. Nu ga ik juist hier naar boven. Nu komt hij sowieso naar boven. Nee! Oh, hij zat daar te campen. Jammer man. We hebben geen enkele vlag jongens, ze hebben aangekapt. Dat mag niet gebeuren. We moeten wel even een vlag hebben. Kijk uit, teammate. Als die in 4-1 komt, ben jij de lul. Er is niemand, teammate. Waarom schiet je dan? Oh, ik word gesniped! Shit! Ai, dat zag ik niet. Dat zag ik niet. Ik heb ook echt gewoon letterlijk... Wow. Een week gewoon geen Call of Duty gespeeld. Omdat ik een week gewoon lang geen tijd had. Of ik ging met... Vriendin mee gewoon om te chillen. Dus ik heb deze hele week geen Call of Duty aangeraakt. Dat is ook wel echt een merken aan je aim en zo hoor. En als jullie deze video kijken natuurlijk. Nog 5 of 4 dagen of zo komt Black Ops 3 uit. Dus dan als jullie op de dag van release natuurlijk gelijk een video online. Want ik ga gewoon 's ochtends gelijk voor jullie opnemen. En dan 's middags uploaden. Dan kunnen we toch om 3 uur. Zie je me aim? Holy shit. Eerst upload natuurlijk om... Eerst upload ik altijd om 10 uur precies een video. Maar ja, als Black Ops 3 dan uit zou komen... had ik daar niet genoeg tijd voor. Wauw man, wat een hond is dat zeg. Jongen, jongen, jongen. Teammate moet even vlag cappen. Kom, we gaan op B. Ah, oh, kut, het was geen capture kill. Lekker teammate! Let's go, boys. That's how you turn someone. Ik kan ook gewoon een UAV in. Lekker teammate. Niet weer, oh. Moet echt even weg hier. Kut, hij is doorgerend. Kut, teammate. Ik heb bijna mijn steltchopper. Let's go. Teammate heeft nog UAV. Heerlijk, teammate. Oké, ze gaan op B, ze gaan op B, snel naar B. Kut. Wacht, hierop springen. Kut teammate, jongen. Secured, hold your positions. Hunter killer drone deployed. Hij skillt letterlijk alles. Let's go, let's go. Oh, die trein komt. Wow. Gelukkig stond er wel af aan mijn zij daar zo. Ik heb je mee, teammate. Ik heb al mijn streaks. Ik ga gewoon wachten tot de volgende ronde. No, jij bent echt een kut kind. Hij kan gewoon niet snipen, gewoon.
Ik wacht gewoon tot de volgende ronde, anders is het gewoon verspilling. Verspilling van mijn 4-set. Ze komen opeens allemaal daar. Hoeveel sta ik? 17 om 6. Ik moet echt even wat beter worden, jongens. Ik moet gewoon weer die COD vibe terugkrijgen. Ik moet weer Call of Duty gaan spelen, man. Jongen, jongen. Hoe erg kan het zijn dat je een week geen Call of Duty speelt? Dat is echt erg eigenlijk, hoor. Hey. Als je na een week dit al hebt. Let's go, mooi dubbelkill daar. Kan je nu hier wachten? Spons hier? Nee. Oké, let's go, boys. 21-6 ons eindscore op dit moment voor de eerste ronde. We hebben natuurlijk nog één ronde staan. We hebben nog een Orbital V-set en natuurlijk een Stealth Chopper staan. Dus we gaan kijken of we die ook nog even kunnen halen. Het team staat dus AFK zo te zien. Wie het is, weet ik niet. Oh jawel, die Zizou. Ik zat bij het enemy team te kijken. Oké, okay, jongens. Als het goed is... Nou, ik heb niet bijna een nieuwe Stealth Chopper. Ik heb net mijn UAV gehaald. Stealth Chopper kan natuurlijk nog niet in een map geroepen worden. De V-set gooi ik... Nu. 4, 3, 2, 1. Oh, 1. Doe een beetje hier. Oh, de enemies hebben er ook een. Logic. Oké, we moeten gewoon hier blijven lopen, want hier kunnen we niet geraakt worden door die Stealth Chopper. Dat is op zich niet een probleem. Brug. De enemies hebben alleen geen orbital. Oh, waarschijnlijk heeft hij die Stealth Chopper uit zijn... Uit zijn, hoe heet dat, gekregen? Uit zijn care package. Nee, hij zit in die trein! Ik had echt gewoon... Oh, 5 punten nodig. Zat die kutsniper weer. Jammer joh, volgende keer beter. Oh, maar... Kom op boys, pak B. Zullen we B gaan pakken? Nou, er zitten enemies op, dat is het probleem. Wat? Laat je hoofd zien dan. Ja, ik zag jullie. Maar dit slaat nergens op. Dit slaat echt nergens op, jongens. Klaar. Echt, what the fuck, maat. Ja, en die C1 ging opeens recht op mij. Hé, hey, jongens. Call of Duty Black Ops 2, leuk. Ik ben daar echt toe aan Black Ops 3, man. Echt, ik zweer het je. Kom op Adam, teammate. Ja, dat wil ik niet. Kom op, let's go. Ga nou weg, jongen. Jij sport ook echt niet, hoor. Teammates be like in Black Ops 2. Jongen, jongen. Is hij al dood of niet? Nou, hij leeft nog. Zo, mijn teammates. Wat doen hun? Ze staan positief, maar jongen, jongen. Hey. Zit hij weer, vieze sniper. Gorlap, gadverdamme. Zo, twee man in een trein en dan nog eentje erboven. Dit zijn echt officiële campers, jongens. Als iedereen ook zo'n Black Ops 3 gaat spelen. Hoho, gelukkig speelt Black Ops 3 op Space 4 en niet op de 3. En dan. Wat een kut sniper, zeg. Wat zit jij in een hoekje, man? Ga toch weg! Hij heeft nog een Dragonfire ook, weet je hoe erg dat is? Een campfire. Je moet gewoon alleen maar zitten campen. Hier, wegwezen jij. Oprotten met je kut gekamp. Er zijn nog een triple capped ook. Oh my god, are you kidding me? Are you fucking kidding me, man? Securing C.
Hoe erg is dit, jongens? Dag. Kut camper. Hij zit alleen maar op die trein, hè? En dan komt hij weer aan met zijn kut AN. Voor mij is hij één bot of zo, man. Voor mij is hij echt één bot. Ik zweer het je. Let maar op, hij weet precies waar ik zit dadelijk. Oh, ik heb hem al. Oh ja, dit is hem. Let op, let op. Hij weet precies waar ik zit, zonder dat hij hem al ziet. Hoe dan? Dag. Ja, en dan zit er daar weer één. Ah! Oké, we staan nog wel gewoon positief. Dat is wel zo, maar echt kut. We staan gewoon... We hebben een 1 of 2 KD of zo. Ja, ik weet nog wel dat we gedomineerd zijn. Maar ik ga niet als enige zo'n vlag pakken als er geen teammates opkomen, hoor. Dat geef ik je eerlijk toe. Nou, dit was het dan. We hebben verloren. Let's go. 38-19 is wel onze eindscore. Teammates, ik weet niet wat ze aan het doen waren. Het staat er 1-3 om 28, 1-11 om 10, 1-21 om 14. Dan kom ik 38 om 19. Dus, mocht je nog nooit hebben in deze video, laat even je blauw duimpje mag achter. Hoop ik enorm hoop dat je het gezien bij de video van morgen. Dus jongens, super bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer. Later.